Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van weerblazen.nl op dinsdag 6 december. Het weer bij ons in onze omgeving wordt bepaald door een hoge drukgebied boven het centrale deel van Europa. Op de satellietfoto zien we weinig wolking in onze omgeving. Maar dat gaat allemaal veranderen. De wolking die nu boven Engeland en Ierland zit trekt geleidelijk aan ook over ons land. Maar het hoge drukgebied dat houdt voorlopig nog stand boven het midden van Europa. Het zorgt daarvoor rustige condities in de Alpen, in Duitsland en in het oosten van Europa. In onze omgeving draait de wind naar het westen, en vanuit die kant stroomt dan zachtere lucht onze kant op met veel bewolking. In de loop van de avond en de nacht zien we dan meer wolkenvelden, maar in het noordoosten en midden van het land komt het nog tot lichte vorst. In de kustprovincies en in het zuiden van het land ligt het kwik enkele graden boven nul. En morgen is het wisselend bewolkt met de meeste kan op zonuren in het zuidoosten van het land. De temperatuur loopt uiteen van 4 graden in Groningen tot 10 in Limburg. En de wind draait naar het zuidwesten en neemt toe naar een windkracht 4 of 5 aan de zee. En dan hebben we donderdag, vrijdag en zaterdag een stevige zuidwestelijke wind, windkracht 4. Verder is er overwegend veel bewolking en wordt er zachte lucht aangevoerd. Het wordt smiddags 8 tot 10 graden. De eerste dagen is het vrijwel droog, maar van het weekend neemt de kans op regen toe. En als we kijken naar het weer voor de komende dagen, wat de winter betreft, dan zien we dat de kans op winterweer voor deze week vrijwel niet heel is. Volgende week gaat de temperatuur weer iets naar beneden en wordt de kans op groter, maar voorlopig blijft het nog vrij zacht voor de tijd van het jaar. Ik ben Diana Mooi van weerplaza.nl.